Welkom allemaal vanavond. Wat fijn dat u hier bent van deze gezamenlijke avond van het Donders Instituut en Radboud Reflect. Ja, er is nog plek, dus komt u vooral nog naar voren. Dit is een van meerdere publieksprogramma's die wij samen gaan organiseren dit jaar. Want het is namelijk 200 jaar geleden dat de naamgever van het Donders Instituut, Francis Cornelis Donders, werd geboren, 1918. Dus daar staan we bij stil, daarmee treedt Donders ook naar buiten. En zeker tijdens deze avond zult u ook veel aan hun verbonden wetenschappers aan het woord horen. In dit geval dus over de vraag, moeten we misschien ook bang zijn voor bepaalde ontwikkelingen binnen de neurowetenschap? Een mooi toeval wil dat in 1918 niet alleen Franciscus Cornelis Donders werd geboren, maar ook het boek Frankenstein van Mary Shelley werd gepubliceerd. En u heeft het boek waarschijnlijk niet gelezen, maar heeft ongetwijfeld gehoord van het monster dat een rol speelt in het boek, gemaakt uit verschillende lichaamsdelen en dat tot leven komt en aan de wetenschapper ontsnapt. En dit verhaal is vaak later aangehaald om te wijzen op de gevaren van bepaalde technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Moeten wij alles wel willen? Raken wij op een gegeven moment de controle niet kwijt? Daar gaan we het op verschillende manieren over hebben. Moeten we daar bang voor zijn? Maar mijn naam is Lisa Doeland. Ik werk als programmamaker bij Radboud Reflect. En ik zal de hele avond aan elkaar praten. Zo af en toe ook korte interviews doen. Vooral ook u de zaal erbij betrekken. Dus door middel van Mentimeter. Ook door middel van vragen natuurlijk. We hebben nog een VR-demonstratie. Dus er staat u nog van alles te wachten. Waar gaan we het over hebben? We hebben een hoop gasten vanavond. Ten eerste Marcel van Gerven, hij is cognitiewetenschapper. En hij gaat ons vertellen over neurotechnologie die eventueel doven weer kan laten horen en blinden laten zien. Daar hoort ook een VR-demonstratie bij. Dan hebben wij neurowetenschapper Roshan Kools uitgenodigd om iets te vertellen over smart drugs, zoals Ritalin. We worden er misschien wel wat scherper van en wat slimmer op een moment, maar misschien minder creatief. Dat is in ieder geval een van de vragen waar zij het vooral ook over zal hebben met filosoof Fleur Jongepier. Die gaat haar interviewen. Dan psychiater Robert-Jan Verkes. Die gaat het hebben over het criminele brein. Bestaat het criminele brein wel? Maar vanavond dus vooral de vraag, kunnen we daar een beetje in sleutelen, dat criminele brein? Kunnen we er wat nettere mensen van maken? Dan neurowetenschapper Marijn Kroes zal iets vertellen over de mogelijkheden om te sleutelen aan ons geheugen. Om misschien wel herinneringen te wissen. En de vraag of dat wenselijk is. Hij zal daar een korte lezing over geven. En daarna wordt u ook middels een aantal casussen die wij u voorleggen erbij betrokken. En gaan we die bespreken. In welk geval zou je wel of niet aan het geheugen van mensen kunnen en mogen sleutelen. Tot slot. En deze vind ik wel eerie en dat heeft iets Frankenstein-achtigs. Gaat hersenwetenschapper Neil Nadif Kasri iets vertellen over het kweken van een mini-brein. En dat is echt een mini-brein gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Wat vinden we daarvan? Daar gaat hij over in gesprek opnieuw met filosoof Fleur Jongepier. Dus die gaan daar samen dieper op in. Wat moet ik nog vertellen? Ik denk dat ik er bijna ben, dus ik heb u al iets verteld over de avond, maar voordat die echt begint, hebben wij ook nog de directeur van het Donders Instituut uitgenodigd om u dieper nog die vraag naar de angst voor de wetenschap in te leiden. Dat is in het Engels, een lezing in het Engels, of een introductie in het Engels van een minuut of 10. Dus mijn introductie zit er in ieder geval voor nu op. Ik vraag een hartelijk applaus en aandacht voor Guillén Fernández. Next slide, please. There it is. Thank you very much, Lisa. Thank you for coming and being interested in the brain and being perhaps afraid of what neuroscience may bring to us. And the topic is the brain. This is a complex organ, about 100 billion neurons, each connected with 10,000 connections, and information can be
transferred from one end to the other end of the brain in milliseconds, and it's a highly individual organ. There's no other organ in our body where that many genes are expressed as in the brain, and given its plasticity, it's also formed by all our experiences. So the brain is by far the most individual organ we have. It's also a kind of supercomputer that is highly energy efficient. It consumes only about 20 watts. So the computer scientists are very eager to understand how the brain does all these computations with that little energy. The brain is, of course, the organ of all our cognition, of our language, my ability to talk, for example, to remember what I aimed to have talking, and it's also the basis of all our emotions, our beliefs, our love, or whatever, our passion. And also the behavior, our decisions to do something, our movement, my behavior to speak, is all based on processes in the brain in the end. In the last kind of 20, 30 years, we have seen tremendous progress in understanding the brain. No surprise that the Dundas Institute was founded in 2002. So that was a time when kind of the big push into neuroscience, it's not only Neuroscience Institute founded in Nijmegen, of course, in many other places worldwide. It's now a multi-billion euro or dollar business all over the globe, and you can study neuroscience, you can have books in neuroscience, there are big annual meetings of neuroscience where 35,000 scientists are coming together somewhere, usually in the US, and are discussing the newest insights in neuroscience. So it's a booming science area. The application of neuroscience so far, if you ask, for example, a neurologist or psychiatrist, what have you learned from neuroscience that we can use in clinical practice, we get quite mute. It's a tremendously difficult problem, and probably we need way more investments and time to understand the brain in a way that we can manipulate it in a way that it's useful for treatment, diagnostics, in clinical care or other areas. We think that in particular healthcare can get quite some improvement in terms of neuroscience. Surprising thing, for example, psychiatry is the last medical field where all diagnoses are based on symptoms and not of an understanding of the underlying physiology or pathophysiology. So we don't understand what's exactly biologically wrong in a schizophrenia, for example, or post-traumatic stress disorder. Next to health, it might be also an impact on education. If you really understand, for example, how the brain works, how it stores information, how it acquires knowledge, it might be an advantage to use that knowledge to improve education in the long run. There's research on that, but not real impact in the applications. Also on technology, I mentioned already the computer that would like to be as energy efficient as the brain. But there are also other areas. Would you like to control a computer by just your thoughts without using a keyboard or talking to Alexa that don't understand you? Might be the future. I think Marcel might say something about that. Most of our research so far is just curiosity. It's not for application. We just try to understand the cosmos in our head. This is our quest. We try to understand, me personally, for example, I try to understand how we store and stabilize memories so that we can remember, for instance, what we did on September 11, 2001. Most of you know that. That's a very stable memory. Today, I would like to, the colleagues from the Dundas Institute would like to bring you up to speed, would like to inform you where the current state of affairs is in neuroscience, with a few exciting fields of research. First, just a brief topic, mind reading. So that was already briefly introduced. The second one is manipulation. The order is, I think, a bit different now. The doping or the smart drug by Roshan. Segregation between potential criminals and people that behave well might be another topic. And creating an artificial brain on the dish by human cells.
whether potential side effects of or secondary use of all these insights might occur. We don't know. We don't also know when they may occur, if they occur. So are we able to create a cell, an artificial brain based on our own human cells that has the same genetic makeup? We don't know whether we will be able, in the small scale we are, but whether a functioning brain comes out of it, we don't know yet. And we don't also know when that will happen and where. But we think that as scientists, we can go on and we are curious and we just do what we like to do. But we have also an interest in informing the public, because in the end, we would like to discuss with you the ins and outs and the potential risks and potential benefits. And in the end, the citizens, the public decides, the society decides how this insight is used. And it might be very different in a free country like the Netherlands or in less free countries elsewhere. So in the end, it's not the scientist who decides what is done with a particular technology or insight, it is the society. And therefore, such an evening where we inform you, where we try to discuss with you, will help you hopefully to get an opinion about how should we go about potential insights from neuroscience. With that, I would like to go on with the program. Thank you. Thank you so much. I think it's time now that we get to our... Yeah, thanks. Our first, scientist, Donder speaker, who's going to tell us about the state of affairs and if we should be afraid. It's Marcel van Gerven. He is, sorry, ik moet naar het Nederlands terug. Jullie zaten al, ik merkte al een beetje, krijg je ervan. Sorry, Marcel van Gerven. Hij is hoogleraar artificiële cognitieve systemen. Aan de Radboud Universiteit, dus aan het Donders Instituut. En hij onderzoekt de neurale mechanismen van onze cognitie en ontwikkelt methoden om bijvoorbeeld dus blinden weer te kunnen laten zien en doven te laten horen. En ik ga hem nu aan het woord laten. Ja, graag een hartelijk applaus. Goed. Ik zal u vandaag iets vertellen over neurotechnologie. Neurotechnologie is een groot woord, een breed thema. Ik zal u eerst vertellen wat ik hiermee bedoel. Dus we hebben hier een brein. En neurotechnologie is zeg maar de ontwikkeling van technologie die ons in staat stelt om het brein te koppelen aan de buitenwereld. En we kunnen aan de ene kant kunnen we proberen hersenactiviteit uit te lezen. En met een populair woord noemen we dat ook wel brain reading. Maar we kunnen ook proberen hersenactiviteit te manipuleren. Dus hoe kunnen we technologie ontwikkelen om te interfacen tussen machines en breinen. Dat is een van de onderwerpen waar wij ons op richten. Goed, we hebben hier een brein en als we naar binnen gaan dan zien we dat het brein bestaat uit ontzettend veel neuronen, ongeveer 86 miljard. Het doel is dus om die neuronale activiteit ofwel uit te lezen ofwel te beïnvloeden. En we zitten nu in een situatie dat we dat steeds beter kunnen gaan doen. Aan de ene kant doordat we steeds betere meet- en stimulatiemethoden hebben. Dus u ziet hier een voorbeeld, het is een beetje moeilijk lastig om te zien. Dit zijn een aantal opstellingen die we gebruiken om in groot detail hersenactiviteit uit te kunnen lezen. Dus aan de ene kant hebben we hier linksboven verschillende implanteerbare elektroden. En aan de rechterkant hebben we een calcium imaging setup. En beide technieken stellen ons in staat om in groot detail neurale activiteit uit te lezen. Dit is een voorbeeld van het uitlezen van neurale activatie in de larven van een zebravis. En we kunnen hier individuele neuronen in real time volgen.
We maken hier gebruik van een specifieke setup, waarbij we eigenlijk een microscoop gebruiken om die activiteit uit te lezen. Daarom moeten we ook de larven van een zebravis gebruiken, omdat die een doorzichtig brein heeft. Dus dit is nog niet echt direct toepasbaar in mensen. Maar deze technologische ontwikkelingen die gaan erg snel. Aan de andere kant zijn we ook steeds beter in staat om hersenactiviteit te manipuleren. Dat kunnen we doen door middel van elektrische stimulatie. Dus deze elektroden kunnen we ook gebruiken om bepaalde neuronen actief te maken. We kunnen ook gebruik maken van optogenetica, waarbij we door middel van genetische modificatie en het gebruik van verschillende vormen van licht specifieke neuronale populaties, groepen van hersencellen kunnen aansturen. En wat we dan kunnen, zien we hier. Dus op het moment dat er een licht op deze worm geschenen wordt, zien we eigenlijk dat er inhibitie, dus deactivatie van de neuronen plaatsvindt. Dus dit zijn technieken die we nu in huis hebben. Dus dit is één ontwikkeling die nu echt gaande is. Aan de andere kant zien we ook dat kunstmatige intelligentie, mijn vakgebied, een steeds grotere rol begint te spelen. Want we kunnen dus hele grote patronen van hersenactiviteit uitlezen of grote groepen van neuronen aansturen. Maar we hebben ook de computertechniek nodig om dat op een optimale manier te doen. En daar richten wij ons op, dus de ontwikkeling van nieuwe computertechnieken om dit beter voor elkaar te krijgen. En de modellen, de computermodellen die we gebruiken, dat zijn hetzelfde soort modellen die ook gebruikt worden in zelfrijdende auto's. Dus zeg maar de AI die hierachter hangt, die gebruiken we ook in de ontwikkeling van nieuwe neurotechnologische systemen. Dus wat ik zal doen is, ik zal u ongeveer laten zien waar wij staan in het onderzoek. Dat is een selectie van de huidige ontwikkelingen. Dus laten we het eerst hebben over brain reading, dus het uitlezen van informatie. Dit is werk uit mijn groep van enkele jaren geleden. Wat u hier ziet is een stimulus die aangeboden wordt aan een proefpersoon in een MRI-scanner. En de vraag is, hoe goed kunnen we deze stimulus nu eigenlijk reconstrueren, puur op basis van de hersenactiviteit van de proefpersoon. Dus hoe goed kunnen we de perceptie van een proefpersoon uitlezen. En dat zal ik laten zien in deze video. Dus dit gaat al redelijk goed. En wat hierachter hangt is dus aan de ene kant geavanceerde MRI-systemen, aan de andere kant geavanceerde computermodellen om dit voor elkaar te krijgen. We kunnen ook een stapje verder gaan. Dus dit is werk van een groep uit Berkeley. En die hebben vergelijkbare technieken ontwikkeld. En nu kunnen we niet alleen individuele plaatjes uitlezen, maar ook bewegende videobeelden. Dus dit is het beeld wat aangeboden is aan de linkerkant aan een proefpersoon, wederom in een MRI-scanner. En aan de rechterkant zien we een reconstructie van het oorspronkelijke beeld op basis van hersenactiviteit. En het is nog niet perfect, maar dit is wel iets wat langzaam, maar zeker steeds beter en beter begint te worden. Goed. In het meest recente werk maken we gebruik van nog geavanceerdere modellen. Ik geef hier een voorbeeld van hoe dit ongeveer in zijn werk gaat. Aan de linkerkant zien we een brein, aan de rechterkant zien we het geavanceerde model. En door een koppeling tussen die modellen tot stand te brengen, kunnen we steeds beter reconstructies maken van hetgene wat we zien. Dat laat ik hier zien. Dus aan de linkerkant ziet u vier verschillende gezichten die aangeboden zijn aan een proefpersoon in de scanner. Aan de rechterkant ziet u dezelfde gezichten aangeboden aan een tweede proefpersoon. En in het midden ziet u zo zeg maar reconstructie van deze gezichten op basis van hersenactiviteit. En we zien dus dat langzaam maar zeker deze reconstructies steeds beter worden. Wederom, het is nog niet perfect, maar zeker de eigenschappen zoals geslacht en ras, et cetera, dat kunnen we heel goed uitlezen. Maar ook binnen die groepen zien we dat gezichten en reconstructies van die gezichten best wel goed op elkaar beginnen te lijken. Nu zou je kunnen zeggen van ja, maar dit is een beetje flauw, want dit is een beeld wat aangeboden wordt in de scanner. Dus ik kan net zo goed naar het beeld kijken in plaats van het proberen uit te lezen uit het brein. Dus de heilige graal is om
interne representaties, dus dingen die u zich voorstelt, gedachten, direct uit te kunnen lezen. En langzaam maar zeker komen we een beetje in de buurt van dat idee. Wat ik hier laat zien is een systeem wat in Japan is ontwikkeld. Ze hebben daar mensen in een MRI-scanner gelegd. Die hebben ze gedwongen om te gaan slapen en om te gaan dromen. En dit systeem probeert uit te lezen wat de inhoud is van die droom. Dus aan de onderkant geeft de grootte van het woord geeft aan wat het systeem denkt. Hè, wel, waar de proefpersoon over aan het dromen is. Dus we zien hier dat het woord karakter, dat erg groot begint te worden. Dus het systeem denkt dat de proefpersoon nu over karakters aan het dromen is. En wat we zo meteen zullen zien is een rapportage van de proefpersoon waar deze proefpersoon over dacht. What I was just looking at was some kind of characters, et cetera, et cetera. Dus er lijkt een correspondentie te zitten tussen hetgene wat we uitlezen en de ervaring van deze proefpersonen. Goed, dus stel dat we echt die interne representaties goed kunnen uitlezen, dan kunnen we dat op verschillende manieren kunnen we dat toepassen. Aan de ene kant kunnen we communicatie proberen te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die volledig verlamd zijn, niet meer kunnen communiceren, maar wel op basis van hun gedachten hun wensen kenbaar kunnen maken. Tegelijkertijd kunt u denken aan het herstellen van controle. Ja, dus mensen die niet meer kunnen bewegen, op die manier toch via hun hersenen in staat stellen om te kunnen bewegen. Dus er zijn belangrijke, positieve toepassingen van deze neurotechnologie. Er zijn natuurlijk ook minder positieve toepassingen. Privacy issues kunnen natuurlijk een puntje worden op het moment dat we uw gedachten kunnen uitlezen. Wat ik hier ook even wil noemen is Mind Effect. Dat is een spin-off bedrijf van een van de hoogleraren binnen AI. En het doel van het spin-off bedrijf is om deze technologie echt naar patiënten, mensen met ALS, te brengen. Om op deze manier weer te kunnen communiceren. Goed, dus dit was brain reading. Ik wil ook nog even iets zeggen over brain writing. Dus het stoppen van informatie in uw brein. Dat klinkt misschien nog wel een stukje enger. Maar het heeft ook weer hele interessante toepassingen. Dus wat ik hier laat zien, is een systeem wat wij met een groot consortium aan het ontwikkelen zijn. Met als doel om blinde mensen weer een stukje visuele waarneming terug te geven. Dus het idee is dat we hier een camera hebben. De camera registreert een beeld. Dit beeld wordt verwerkt door slimme mobiele technologie. Dit beeld wordt dan getransporteerd naar een wireless stimulator. En die stimulator die stimuleert een implantaat aan de achterkant van het brein. Dat deel van uw brein waar visuele informatie wordt verwerkt. En als we dat op de juiste manier doen, dan kunnen we misschien wel een stukje visuele waarneming teruggeven. Aan mensen bij wie dus ofwel de ogen of de oogzenuw beschadigd is. Dus hoe we ons dat kunnen voorstellen is zoiets als dit. Stel dat dit het plaatje is wat aangeboden wordt, hè, wat u ziet in het camerabeeld. Op het moment dat wij dit plaatje gebruiken om te stimuleren, kunnen we zogenaamde fosfenen gaan genereren. Fosfenen zijn lichtflitsen in het visuele veld. En als we dat door het hele visuele veld heen doen, dan kunnen we dus een beeld construeren. Wat u ziet aan de rechterkant is natuurlijk een beeld dat niet erg informatief is. Maar we kunnen hier dus gebruik maken, bijvoorbeeld van de technologie die we in zelfrijdende auto's gebruiken, om dit beeld eerst in dit beeld om te zetten en dan heel selectief alleen de contouren van de objecten aan te sturen. En dit is dus wat een blind iemand zou kunnen zien op het moment dat we deze systemen weer werkend hebben. Dit is een ander voorbeeld van hetzelfde systeem, wat ontwikkeld is door een van de briljante universitair docenten die hier vooraan zit en die ook zo meteen helpt met een demo. U ziet Jamur hier. Dit zou de input zijn en dit zou het beeld zijn wat een blind iemand zou kunnen zien. Goed, dus we hebben hier verschillende toepassingen. We kunnen dit gebruiken om blinde mensen weer te laten zien. We kunnen dat ook toepassen op retinale implantaten. Dus mensen die een implantaat in de retina hebben in plaats van in het brein. We kunnen dezelfde technologie gebruiken om betere cochleaire implantaten te bouwen. Dus dat zijn implantaten waarmee mensen die doof zijn weer een vorm van auditieve waarneming krijgen. AI-technologie kan ook gebruikt worden in deep brain stimulation, wat nu gebruikt wordt om de symptomen van Parkinsonisme te onderdrukken.
Dus er zijn allerlei verschillende toepassingen. En wat een belangrijk punt is, is het sluiten van de cyclus. Dus aan de ene kant heb ik u verteld over brain reading, aan de andere kant over brain writing. Het zou heel mooi zijn als we beide tegelijkertijd kunnen doen. Dus dit is één voorbeeld van zo'n gesloten systeem. Dit is Barack Obama, die hier een neuroprothese, de hand vasthoudt van een neuroprothese. En die prothese die wordt aangestuurd door de persoon die u net zag, puur op basis van zijn gedachten. Maar er zitten ook sensoren in dit systeem, waardoor hij ook sensaties krijgt. Dus door elektroden te implanteren, zowel in de somatosensory cortex, dus waar we het gevoel hebben, en de motorcortex, waar dus de commando's worden gestuurd, kunnen we de loop sluiten en kunnen we dus zowel het gevoel als de acties teruggeven. Goed, nou, dit zijn dus een aantal ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. En de vraag is, hoe ver kunnen we gaan? Dus we zien dat we bepaalde hersenfuncties kunnen herstellen. Misschien kunnen we zelfs wel hersenfuncties verbeteren. Dat is een soort van augmented cognition. Maar er zijn ook belangrijke vragen. Bijvoorbeeld, wie heeft er dadelijk toegang tot deze technologie? De technologie is erg duur. Dus is er dadelijk een groep van mensen die wel toegang heeft en een andere groep die daar niet toegang toe heeft. Zo zijn er allerlei punten te maken. Bijvoorbeeld, als wij zo'n systeem hebben, zo'n implantaat, kan het implantaat ook gehackt worden. En kan ik u allerlei gedachten en gevoelens geven die u eigenlijk niet zou willen hebben. En om het nog wat verder door te trekken, dat is ook het thema van Ghost in the Shell. Als we echt uw gedachten kunnen uitlezen, kunnen we uw geest misschien uploaden naar een computer. Zover zijn we nog niet. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we ooit zover zijn. Maar dat zijn wel de thema's waar we over na moeten denken als we dit soort technologie ontwikkelen. Dank. Dan gaan wij door naar de smart drugs. Hoogleraar cognitieve neuropsychologie, psychiatrie aan de Radboud UMC, Roshan Kools, die gaat in gesprek met filosoof Fleur Jongepier over de vraag hoe handig dat nou is dat wij ons geheugen een steuntje proberen in de rug te geven met Ritalin en dergelijke. Wat misschien wel de maatschappelijke gevolgen zijn van dergelijke enhancers. Want als de anderen het doen, dan moet jij het misschien ook wel. Dus eerst kort het woord aan Roshan Kools en daarna komt Fleur Jongepier erbij. Graag een hartelijk applaus. Ja, volgende slide. Ik denk, heb jij een laptop? Ja. Ja, goedenavond. Dank voor die introductie. Dit verhaal is misschien al iets dichter bij huis, iets meer in de praktijk. Volgende slide. Maar laat ik beginnen met een gedachte-experiment. Stelt u zich nou voor dat u al jaren last heeft van afleidbaarheid. En dat u die afleidbaarheid u belemmert om het maximale uit uzelf te halen. Dat u uw doelen steeds maar niet kunt bereiken. En stelt u zich ook voor dat er een pil op de markt wordt gebracht, een smart drug, die ervoor zorgt dat u nooit meer afgeleid raakt. Dat die pil ook geen bijwerkingen heeft en dat u er niet verslaafd aan kunt raken. Zou u die pil dan nemen? Om u te helpen bij dat beslissingsproces, bij dat gedachte-experiment, wil ik graag een filmpje tonen. See that guy? That's me. My excuse for looking like this? I'm a writer. Eddie, maybe it's time to let the writing go. But just in case you think nothing ever happened to me. Eddie Mora! Hey! Tell me about this book. Well, how much have you written of it? Not one word. Well, I suppose I can help you with that. You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's FDA approved. All right, just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. A tablet a day, and I was limitless. I now had cultural appetites. Since when do you speak Italian? I finished my book in 4 days. I'd like to renegotiate my advance. Math became useful. 12,000 to 2.3 million in 10 days. I'm baffled by this guy. So, Eddie Mora, you do know you're a freak. What's your secret?
medication. Dit soort breindoping gebeurt natuurlijk al lang. Een peiling vorig jaar van het IVM, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, liet zien dat 1 op de 4 studenten vandaag pillen als Ritalin nemen om hun prestatie te verbeteren, om hun focus en concentratie te verhogen. En dat is ook niet zo verrassend, want die dwang naar controle, die dwang naar meer focus, die we zien eigenlijk hè, in onze samenleving als geheel, denk ik. Want we worden continu gebombardeerd met een enorme hoeveelheid prikkels. En die Ritalin die helpt ons om te focussen. Die helpt zeker een hele hoop mensen om meer geconcentreerd te zijn. Volgende slide. Wat heel veel mensen alleen niet realiseren is dat die pillen, Ritalin, helemaal niet bij iedereen werken. Bij een aantal mensen werkt het heel erg goed. En zorgt het ervoor dat ze kunnen opletten in de klas, hun huiswerk kunnen afmaken. Maar een hele hoop mensen, die hebben er helemaal geen voordeel bij. Die worden er slechter van. Hun prestatie wordt er zelfs slechter van. Ze kunnen er minder goed van focussen. Ze worden er minder gedisciplineerd door. En dat komt omdat een optimaal brein overgedoseerd kan worden, overgestimuleerd kan worden door die pillen. Wat we dus nodig hebben, en dat is de volgende slide, is een manier om te voorspellen wie wel en wie geen baat heeft bij zo'n pilletje, op welk moment. Want het is niet alleen zo dat het de ene persoon baat heeft en de andere niet. Maar als het werkt bij jou, dan werkt het alleen maar op sommige functies. Dus het zal je focus verhogen, maar het zal ten koste gaan van flexibiliteit. Dat is per definitie zo. Als jij minder prikkelgevoelig bent, dan zal je dus ook minder gevoelig zijn als die prikkels belangrijk zijn. Dus de focus gaat omhoog, de flexibiliteit gaat omlaag. Wat wij doen, volgende slide, is we proberen een model, een diagnostische test te ontwikkelen met veel andere mensen. Op basis van neuroimaging, hersenscantechnieken en wiskundige modellen en farmacologie. Om straks te kunnen voorspellen wie wel en niet zo'n pilletje moet hebben. Op welk moment om controle en focus te verbeteren. En dat, als we dat straks kunnen, dat kunnen we nu nog niet. Maar ik denk dat we dat binnen een jaar of 5 moeten kunnen, zo'n test ontwikkelen. Ik denk dat dat realistisch is. Dan ontstaan er natuurlijk allerlei vragen. En dat is wat we vandaag bespreken. En dit is de volgende slide is een slide van een collega van mij, hoogleraar. Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens. Ik zit regelmatig met haar, Maartje Schermer, op hetzelfde podium. Want zij is een filosoof. Ik ben geen filosoof, maar wij bespreken vaak de kwesties die getriggerd worden door dit soort onderzoek. En daar wil ik met Fleur ook over praten. Ik ben wel benieuwd nu, hoeveel van u zou zo'n pil eigenlijk nemen als die helemaal geen bijwerkingen zou hebben? Wow. Best wel veel. Ja, Fleur. Is mijn microfoon aan? Ja. Wat een spannend onderwerp. Dat is mijn eerste reactie, denk ik. En ik denk dat veel mensen wel dit een spannend onderwerp vinden. Misschien sommige mensen ook wel bezorgd zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, wat maakt nou het slikken van zo'n pilletje of zoiets wat lijkt op Ritalin, wat maakt het nou eigenlijk anders dan het drinken van heel veel koffie? Ja, dat zou je terecht kunnen afvragen. De kerningrediënt van Ritalin, Concerta, is methylphenidaat, waarmee het stofje dopamine verhoogd wordt. Dat gebeurt ook met cafeïne, wat zit in koffie, alleen op een iets efficiëntere wijze. Dus ik denk dat het een hele goede vraag is. Wat nou het essentiële verschil is tussen cafeïne en Ritalin. Ja. Ja, dus eigenlijk als we ons helemaal geen ethische vragen zouden stellen over iemand die heel veel koffie drinkt om beter te presteren, is er misschien ook een reden om niet al te bezorgd te zijn om Ritalin. Ja. Of dat er misschien andere redenen zijn waarom het dan toch zorgwekkend is.
Ja, nou, ik denk dat er heel veel... Ik zou ook graag willen horen wat het publiek daarover denkt. Maar ik denk dat er wel een aantal vragen zijn over... Kijk, op dit moment is het niet legaal. 1 op de 4 studenten blijkt het wel te gebruiken. Zonder dat ze dat voorgeschreven hebben gekregen. Hè. Dat zei ik er niet bij. Maar mensen met ADHD, die krijgen het voorgeschreven. Ja. Aandachtsproblemen van de psychiater. Maar dit zijn studenten die het niet voorgeschreven krijgen. Die kopen het of op het internet, of die via handel op het schoolplein eigenlijk. Ja. Wat duidelijk is dat er mensen zijn die die focus nodig hebben. Die zonder die extra aandacht en zonder die medicatie gewoon erg weinig voor elkaar krijgen. Dus ik denk dat dat een heel erg belangrijk punt is. En dat is ook de reden waarom het ontwikkelen van zo'n diagnostische test zo belangrijk is. Tegelijkertijd zien we ook gewoon dat mensen bij wie de focus al optimaal is, dat als je nog zo'n pilletje gaat nemen, dat alleen maar afneemt. Ja, in feite ervaren we dat met koffie ook. Dat reguleren we wel vaak zelf. Je voelt je niet lekker als je nog meer koffie neemt. Als je te veel koffie... Je voelt die overdosis eigenlijk. Bij Ritalin is het complexer. Want het is niet alleen zo dat mensen met optimale focus overgedoseerd worden. Dus eigenlijk minder gefocust worden, paradoxaal genoeg. Maar het is daarnaast ook zo dat mensen die wel baat hebben bij het verhogen van focus ook minder flexibel worden. Dus je moet heel goed gaan kijken wanneer je zo'n pil wil nemen en wanneer niet. Tijdens de les op school kun je baat hebben, maar op het schoolplein, als je wilt spelen of mooie dingen wilt bouwen, moet je voorzichtig zijn misschien. Ja, er zijn wel echt andere kosten dan alleen koffie drinken, omdat je dus ook creativiteit mist wellicht, wat we misschien wel belangrijk vinden. Ja, nou ja, wij drinken natuurlijk ook niet koffie de hele dag. Nee. De meeste mensen, sommigen wel, maar... Nee. Ja. Iets anders wat ik me kan voorstellen, dat wat die studiedrugsdiscussie, of de mogelijkheid daarvan problematisch maakt, is dat we dat de samenleving, om maar even in een cliché te zeggen, dat er steeds meer prikkels zijn en we moeten steeds meer doen. En veel studenten hebben ook nog 2 sportclubs en zitten nog bij de studievereniging en willen ook nog eens een biertje drinken. Dus er zijn veel te veel prikkels, waardoor dan eigenlijk de reden om te grijpen naar zoiets als Ritalin steeds begrijpelijker wordt, omdat je dan ook nog daadwerkelijk je studie af kan maken. Dus dan kunnen we verschillende dingen doen, ofwel we kunnen na gaan denken over in hoeverre het misschien ethisch toelaatbaar is of onproblematisch is dat meer mensen aan de Ritalin gaan om te kunnen kopen met al die prikkels. Of we moeten iets doen aan hoe we onze wereld inrichten. Dus hoe denk jij daarover? Nou, dat is dus echt een hele interessante vraag, vind ik. Want het is een feit, hè, dat we worden gebombardeerd met meer prikkels. En wat ook zo is, is dat die prikkels niet allemaal onbelangrijk zijn. Dus al die berichtjes die we krijgen, die zijn heel vervelend. Maar die zijn ook een functie van het feit dat de wereld steeds sneller verandert. Daar ben ik wel van overtuigd. Die prikkels zijn ook signalen dat de wereld snel verandert. En we kunnen al die prikkels buitensluiten. Maar we moeten mee met die verandering. Dus het is helemaal niet zo gek om soms wat opener te staan. Er zitten allerlei nadelen aan prikkelgevoeligheid, absoluut. Maar eigenlijk zou ik wel een case willen maken voor wat minder nadruk met z'n allen op focus en controle en doelgerichtheid, maakbaarheid, projectmatigheid. Dat zie je in heel veel bedrijven. We moeten meer projectmatig gaan werken, we moeten meer vergaderen en zo. Dat zie je op alle niveaus, denk ik, binnen het individu, maar ook in groepen en instituten, meer doelgericht worden. En daarvoor gaan we drugs nemen, daarvoor gaan we mindfulness training doen, daarvoor doen we allerlei dingen om maar niet afgeleid te worden. Maar daar ontstaan dus andere problemen van. Je ziet het in de burn-out problematiek, waarvan ik van overtuigd ben dat eigenlijk een onvermogen is van ons om hersensignalen op te pikken, dat we soms die controle, die focus even moeten loslaten. Al die prikkels dus betekenen dat de wereld verandert en dat we dus even die doelen moeten loslaten.
Dat het niet goed is om altijd maar door te blijven focussen op die doelen. De opportunity cost of focus wordt dan te hoog. Dus eigenlijk moeten we het allebei doen. Dus we moeten aan de ene kant kijken voor de mensen die gewoon echt niet goed kunnen omgaan met dat soort prikkels. Daar kijken in hoeverre zo'n pilletje überhaupt werkt en in welke situaties wel en niet. En ook zo breder zouden we moeten kijken naar wat we studenten aandoen en wat we onszelf aandoen met de hoeveelheid prikkels en hoe we dat anders zouden kunnen inrichten. Ja, nou, ik denk wat we nodig hebben is om te weten wanneer je moet focussen op je doel en wanneer je moet loslaten. En willen we echt naar cognitive enhancement toe, willen we echt hersenfunctie verbeteren, dan moeten we een pil ontwikkelen die niet de focus verbetert, want dat gaat ten koste van de flexibiliteit. Maar die moet deze metacontrole verbeteren. Zodat we beter kunnen weten wanneer we moeten focussen en wanneer we moeten loslaten. Zover zijn we nog niet, maar dat is wel de kern van mijn nieuwsgierigheid. Hoe werkt dat in het brein? En ik denk wel dat we daar in de verdere toekomst zullen komen. Dus dat we een manier vinden om mensen te helpen om zich beter aan te passen. Welkom terug allemaal. We gaan aan het tweede deel van de avond beginnen. Robert-Jan Verkes, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Radboud Universiteit, zal u iets gaan vertellen over het criminele brein. Kunnen we straks de hersenen van delinquenten beïnvloeden en zo herhaling van crimineel gedrag voorkomen? Moeten we dat eigenlijk wel willen? In zijn lezing gaat hij dieper in op de relatie tussen onze hersenen en crimineel gedrag. Graag een hartelijk applaus voor Robert-Jan Verkes. Ja, bedankt. Nou, het is met veel genoegen dat ik op deze interessante avond een bijdrage kan leveren over het criminele brein. En ik ben psychiater, forensisch psychiater. En ik behandel en onderzoek mensen die gewelddadige delicten hebben gepleegd. En waarvan de meesten van ons zullen zeggen, nou, als je zoiets doet, dan ben je toch wel gestoord. En de situatie is dat dat soort daders dan ook onderzocht worden door psychiaters en psychologen. Om te kijken of ze misschien een psychiatrische stoornis hebben. Ja. Nou, dat is mijn werk. Ik behandel dit soort mensen ook. En op het Donders Instituut doe ik ook onderzoek naar onder andere het brein van mensen die gewelddadige delicten plegen. Een van de dingen die wij nagaan bij deze mensen is of zij aan psychopathie lijden. En ik wil toch iets nader uitleggen wat psychopathie is. Misschien een veelgebruikt begrip, maar daar is een vragenlijst voor die wij dan afnemen. En wij kijken of deze criteria aanwezig zijn bij die mensen. En ik heb twee rijtjes gemaakt. Ik begin even met het linker rijtje, factor A. Staat als eerste gladheid. Mensen met een hoge mate van psychopathie die hebben heel makkelijk gladde praatjes. Kunnen heel innemend praten ook. Hebben daarbij een behoorlijke eigendunk, zijn vol zelfvertrouwen, dominant. Ze liegen heel erg makkelijk. En dat komt omdat mensen met psychopathie, die waarheid doet er helemaal niet toe. Waar het om gaat is, als ze iets vertellen tegen anderen, wat voor effect het heeft. Dat is het enige wat telt voor ze. Ze zijn eigenlijk pathologische leugenaars. Ze zijn manipulatief. Ze zijn heel doelgericht, ze willen iets bereiken van die ander. Hebben daarbij geen schuldgevoel. Dat is ook wel weer makkelijk, want velen van ons die zitten toch een beetje nog te piekeren. Heb ik het al goed gedaan? Heb ik die anderen niet tekort gedaan? Het voordeel van als je psychopathie hebt, dat je niet piekert, je hebt geen schuldgevoel. En het affect, zeg maar, de stemming is ook heel oppervlakkig, kan heel makkelijk omslaan. Er is een gebrek aan empathie. Dat wil zeggen, ze voelen niet zo erg met anderen mee. Hebben er ook geen last van als anderen emotioneel worden. En ze externaliseren. Daarmee bedoel ik dat ze de oorzaak van de problemen bij de ander leggen, niet bij zichzelf. Zo bijvoorbeeld te geven. Ik werk ook in de pompkliniek hier in Nijmegen, dat is een TBS-kliniek. En ik was verantwoordelijk voor een patiënt. Ik had regelmatig contact met hem. En die begon toen zo van, dokter Verkes, ik vind u echt een hele goede psychiater. Ik vind dat u heel goed luistert. En
Nou, we weten er ook heel veel van. En ik zag u laatst op televisie en ik vond dat u het heel erg goed uitlegde toen. Maar ik wil u met één ding wil ik het toch eventjes met u over hebben. En dat is mijn verlofaanvraag. Kijk, het grote ding in de TBS-kliniek is die heilige graal van de verlofaanvraag. Hè, omdat je voor het eerst weer naar buiten kan en de maatschappij in kan. En ja, ik moest tegen deze man zeggen van, ja, u weet, er zijn een aantal voorwaarden. En het is nog niet zover, dus we kunnen nog geen verlofaanvraag wegsturen. Ik vind het heel vervelend, zei hij. Ik vind het heel vervelend om klachten te dienen tegen dokters. Maar ik ga zo direct mijn advocaat bellen. En u zal binnenkort een brief krijgen van het Tuchtcollege. Ja, dat is dat heel snelle switchen. Hè. Eerst stropen, daarna intimideren. Maar let wel, die eerste kenmerken, die hebben ook wel iets positiefs. Hè. Dit zijn mensen die moedig zijn, die durven, die de leiding nemen. En dat is best aantrekkelijk voor andere mensen die twijfelen en die misschien denken, hé, daar word ik ook wel beter van. Nou, met een psychopaat word je er altijd minder van, je blijft ontreddend achter. Maar ze kunnen toch even dat gevoel geven. Dan hebben we die criteria rechts. Dat zijn dingen als thrill seeking, dat wil zeggen spanningsbehoefte, avontuur willen hebben. Een slechte beheersing, parasitair leven, dat wil zeggen misbruik maken van anderen, teren op het geld van anderen. Die gedragsproblemen bestaan al vanaf de jeugd. Het zijn mensen die heel lastig realistische levensdoelen stellen. Het is dan weer dit, dan weer dat. Ze zijn impulsief en in hoge mate onverantwoordelijk. Als deze twee factoren bij elkaar komen, dan krijg je natuurlijk wel een gevaarlijk explosief mengsel en een hele grote kans op crimineel gedrag. Maar eigenlijk dat A is eigenlijk de kern van psychopathie. En om het een beetje concreter te maken, hier een voorbeeld van iemand die naar mijn mening toch een hoge mate van psychopathie heeft. O.J. Simpson. Dat was een hele interessante documentaire, O.J. Made in America. Uitgezonden door de VPRO laatst. Ja, O.J. Simpson die werd verdacht van het om het leven brengen van zijn ex-vrouw, Nicole, en haar toenmalige vriend. Er was eigenlijk overweldigend bewijs. Er waren onder andere, zullen we ook zien, er waren onder andere voetsporen van de dader. Maar O.J. Simpson, nou, jullie kennen hem misschien een beetje, maar dat was een voetbal, zo'n Amerikaanse rugby, was hij een held en hij was meester in het ontwijken van zijn tegenstanders. Ja, vol bravoure en zelfovertuiging. En zo stond hij ook in die rechtszaal. Hè. Hij gaf geen krimp, hij bleef geestig. Hij was helemaal niet onder de indruk, want hij had het gewoon niet gedaan, zei hij dus. Wat sta ik hier eigenlijk te doen? En hij wist die jury dus ook mee te nemen. En hij is onschuldig bevonden door de jury. Ongelooflijk. Maar toen kwam er een civiele zaak waarbij de nabestaanden van de slachtoffers een schadevergoeding eisten. En daar wil ik een stukje uit laten zien. Ja, het bijzondere is dat hij nog steeds ontkent. Hè? Nog steeds een volle overtuiging dat het zijn schoenen zijn. En dat is het bijzondere van mensen met deze stoornis. Ja, de waarheid doet er helemaal niet toe. Zelfs als hij gewoon voor ze ligt. En iets anders wat erg lastig is, dat merk ik ook als ik dit soort types onderzoek in de gevangenis, dat ze willen controle houden. Dus bijvoorbeeld, je gaat dan zitten in zo'n kamertje in de gevangenis en wordt even de setting gezegd, zegt die man tegen mij, ja, er zit wel zo'n knop om de medewerkers te bellen, maar die doet het niet hoor in deze gevangenis. Eventjes, nou ja, dus je moet wel, een beetje jezelf blijven bij deze types. We zijn ook heel geïnteresseerd in het brein. Want ja, je denkt, dat is een brein, dat is wel apart. En dat brein is ook anders bij deze mensen. En ik moet toch iets uitleggen hoe het brein bij de meeste mensen werkt. Het brein is eigenlijk een orgaan dat zorgt dat we op de juiste manier reageren op prikkels om ons heen. Onder andere sociale, emotionele prikkels, in omgang met anderen. En één belangrijke... kijk, moet ik even kijken hoe de...
Nee, dat gaat helemaal niet goed. Dit is, ja. Wat is... Doe ik iets fout? Nou, ik dacht dat er een pointer in zat, maar dat... maar wat is de... Wat is de... Oh, is dit? Oh ja, ja. Oh ja. Maar dan wou ik toch die dia ervoor hebben. Ja. Ik wou twee hersengebieden eventjes noemen. En dat is de amygdala. En dat is een hersengebied waar we steeds meer van weten. Hier ook in Nijmegen wordt er veel onderzoek naar gedaan. En dat is een hersengebied dat belangrijk is voor de eerste verwerking van emotionele prikkels. En we weten dat bij mensen met depressie en angststoornissen die amygdala eigenlijk veel te reactief is en eigenlijk te snel reageert. En we weten ook dat mensen die veel piekeren, dat samengaat met de verhoogde activiteit van die amygdala. Mensen met psychopathie hebben juist een amygdala die uitgedoofd is. En waarbij ook de communicatie met andere delen in het brein, bijvoorbeeld hier in het voorbrein, minder goed verloopt. En dat is wel belangrijk om te beseffen, want wat mensen met psychopathie hebben, is dat als ze bijvoorbeeld boos zijn en met agressie dreigen naar iemand, dan is het normaal zo, bij normale mensen, zoals die andere, als stel dat ik dreig u en u wordt daar een beetje bang van, ja, u wordt daar niet bang van, maar stel dat u een beetje bang wordt, dan is dat voor mij een hele sterke rem om die agressie echt te gebruiken. Maar bij psychopaten niet, die voelen dat niet mee en die zetten die agressie in en die gaan er eigenlijk veel te ver mee. En dat komt onder andere omdat dus die amygdala eigenlijk niet reageert in dit geval. En iets anders is het ventrale striatum. Dat is wat ook wel het beloningscentrum wordt genoemd. En dat is een hersenkern die belangrijk is dat als we bijvoorbeeld in een bepaalde omgeving lekker eten hebben gehad en we komen weer in die omgeving, dan is het ventrale striatum dat even die drive geeft van zoek naar dat lekkere eten. Ja? En dit is ook een hersengebied dat belangrijk is van verslaving. Als je gewend bent in een bepaalde omgeving te roken of die verslavende stof te gebruiken, dan is het dit gebied dat daartoe aanzet. En dat ventrale striatum moet ook goed communiceren met andere delen in het brein. Nou, wat wij gevonden hebben hier, onder andere in onderzoek samen met Roshan Kools, is dat bij mensen met een hoge mate van psychopathie, dat ventrale striatum eigenlijk veel te actief is, veel te snel actief is. Het zijn mensen die heel erg op beloning gericht zijn. En het wordt op een andere manier bijgestuurd door die gebieden hier voor in het brein. Dus het gaat echt anders bij mensen met een hoge mate van psychopathie. Waar zitten die gebieden? Om het nog even een beetje aan te geven. Hier zit die amygdala, dan zit die in die temporaalkwap. Hier zit ventrale striatum, dus allemaal heel erg diep. En die hersenschors, dit gebied is heel erg belangrijk. Hier zo onder ventromediale prefrontale cortex. En we weten dat is een gebied dat een belangrijke rol speelt bij de uiteindelijke beslissing in sociaal-emotionele situaties. En dit was is het brein van een jongen, 14 jaar, met ernstig antisociaal gedrag. En wat je ziet hier, dat het in ieder geval niet symmetrisch is. En dat komt omdat het hier fout ontwikkeld is, dit stukje in het brein. En dat is precies die ventromediale prefrontale cortex. Hè, dat stukje wat zo belangrijk is om die sociaal-emotionele beslissingen te nemen. En deze jongen is kort geleden geopereerd. En dan hebben ze dit zoiets weggenomen hier. En zijn gedrag is veel, veel beter geworden. En dat is dus, dit is mogelijk, omdat we dus op basis van neurowetenschappelijke kennis weten dat dat gebied belangrijk is. En dat dus de oorzaak wel moest zijn voor dat antisociale gedrag. Dus dit zijn de positieve uitkomsten van de neuroscience. Maar nog even terug naar O.J. Simpson en zijn vriend, vastgoedhandelaar in New York. Ivanka staat er nog voorop. Ja, ik weet niet of jullie toen je dat lijstje zag, misschien dachten dat deze man eraan voldeed. Wat zeg je met name B, maar toch ook wel een beetje de A-criteria, dacht ik. Je moet zelf maar voor je uitmaken of je vindt dat hij hoge eigenduk heeft. Of hij
het erg nauw neemt met de waarheid, manipulatief is, of hij zich erg empathisch opstelt naar bijvoorbeeld kinderen die van hun ouders gescheiden worden. Of hij externaliseert, of de problemen aan hem liggen of aan anderen. Het is trouwens wel interessant, het is een schaal van Robert Herr. Robert Herr heeft ook veel onderzoek gedaan naar psychopaten in het bedrijfsleven. En het is zo, als een psychopaat leidinggevende wordt, en dat worden ze helaas vanwege hun dominante stijl regelmatig, die teams ontredderen. Er komen zieken, er zijn veel mensen die ander werk gaan zoeken. Maar relatief lang blijft zo'n leidinggevende zitten, omdat hij hartstikke mooie verhalen heeft naar degene aan wie die weer rapporteert. En zeggen, ja, mijn team is niet goed, maar ik heb zulke goede ideeën. Dus dat duurt relatief erg lang, kwam uit het onderzoek van Robert Herr. Verwacht dus niet dat de huidige president van Amerika heel snel vervangen zal worden. Als er B erbij komt nogmaals, dan krijgen we echt een heel gevaarlijke situatie. Maar die A-criteria, dat is wel interessant, dat was een onderzoekje, waarbij ze biografen van Amerikaanse presidenten hebben gevraagd om eens die lijst te scoren. En dan blijkt dat een heleboel presidenten in de geschiedenis daar echt hoog op scoren. Dus Trump is in goed gezelschap, om het zo te zeggen. Nou, dan de vraag waar het vanavond op gaat. Hè. Wie is er bang voor de neurowetenschappen? We zouden er bang voor moeten zijn als je van die kennis gebruik kan maken om mensen tot betere criminelen te maken. En dat zou kunnen als je nou zorgt dat die amygdala gewoon lekker uitdooft. En om deze banen te zorgen dat ze ook in onbruik raken. En deze banen versterken. Dan krijg je mensen die zeg maar niet belemmerd worden door angst. Moedig zijn dus. En heel gefocust blijven. Doelgericht. Directe beloning. Dat zou kunnen, hè, met wat hersenstimulatie en zo. Maar dit gebeurt in feite al. Hè, want om nog even terug te komen op wat we voor de pauze hoorden. Criminelen nemen heel vaak, voordat ze het delict gaan plegen, middelen om hun amygdala te dempen als ze daar behoefte aan hebben. Dus benzodiazepines of cannabis. Of als ze heel gefocust willen blijven, gebruiken ze cocaïne of amfetamine van tevoren. Dat gebeurt heel veel, ook bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen. Goed, dus om af te sluiten. Moeten we bang zijn voor de neurowetenschappen? Ja, nou ja. Het is nog altijd de mens die maakt of die kennis gevaarlijk kan zijn. Helaas is het wel zo dat die mens dat wellicht doet, omdat zijn brein eenmaal zo in elkaar zit bij sommige figuren. Dank voor jullie aandacht. Ik zei, we gaan daarna nog even zitten en praten, maar we zijn al bijna door de tijd. Dus ik hou het bij één vraag van mezelf en één vraag van iemand van u. Dus straks heel hoge hand en dan heeft u hem. Want terwijl u vertelde over crimineel gedrag en psychopathie, moest ik denken aan een onderzoeker, een hoogleraar, een Amerikaan, ik ben zijn naam alleen kwijt, die onderzoek doet naar psychopathie. En die op een gegeven moment een hele reeks met hersenscans voor zich had en dacht, maar dat is een enorme psychopaat, die daar, en dat was hij zelf. Dus het was duidelijk een psychopaat, in die zin hij had een psychopathisch brein, maar hij vertoonde tot op zekere hoogte, want het was best een aimabele man en hij deed niemand iets kwaad, was het geen psychopaat. Dus hoe zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe zit dat dus tussen psychopathische hersenen en psychopathisch gedrag? Ik ken het verhaal een beetje, maar ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, dit verhaal. Maar die factor A-criteria maakt nog niet iemand meteen crimineel, hè? Nee, dat lijkt kunnen mij dus ook hele, ja, dat kunnen ook hele innemende mensen zijn, die misschien af en toe wel mensen een beetje ontredderd achterlaten. Maar oppervlakkig kunnen ze natuurlijk heel goed functioneren. Ja. En het zou uiteindelijk best kunnen zijn dat deze hoogleraar misschien wel psychopathische trekjes heeft. Ja, hij herkende ook zich wel in psychopathische trekjes, maar hij vertoonde inderdaad dus niet het A sociale gedrag of het criminele gedrag. Het is dus niet alleen het brein dat je dat maakt, want het gaat ook nog om de opvoeding. Die is natuurlijk heel erg belangrijk. Kijk, die mensen die echt in criminaliteit vervallen, die hebben ook allemaal een hele nare jeugd gehad.
Ja. Dus het is niet alleen het brein, het is ook de omgeving die verder dat gedrag vormgeeft. Ja, we gaan het, Marijn Kroes, neurowetenschapper aan het Donders Instituut, gaat het hebben over het geheugen. En in hoeverre we daarin kunnen prutsen en veranderen en gummen. Ik geef hem graag 1 minuut of 10 het woord. En daarna heeft hij een aantal casussen die hij u wil voorleggen. Dan gaan wij leggen, dan gaan wij zitten en daarover met u in gesprek. Graag een hartelijk applaus voor Marijn Kroes. Ja, goeiedag. Ik wil het graag met u vandaag hebben over neurowetenschappelijk onderzoek naar geheugenmanipulatie en de ethische implicaties daarvan en of u dat toelaatbaar vindt. Ik doe onderzoek naar geheugenmanipulatie en vooral omdat ik heel nieuwsgierig ben om het mogelijk is om herinneringen te veranderen en hoe dat dan werkt in het brein. Want eindelijk het doel is om mogelijk een nieuwe behandelmethode voor angst- en stressstoornissen te ontdekken. En in Nederland lijden per jaar zo'n 1,2 miljoen mensen aan angst- en stressstoornissen. Het kost per jaar de Europese gemeenschap zo'n 8,5 miljard euro. En ondanks dat er goed werkende behandelingen bestaan, heeft ongeveer 30% van de patiënten daar geen baat bij. Dus het geeft aan dat we heel hard op zoek moeten naar behandelmethoden die beter werken. En geheugen speelt een hele belangrijke rol bij angst- en stressstoornissen. En dat is het meest evident of het meest opvallende bij traumatische herinneringen bij patiënten met posttraumatische stressstoornis. Zij herbeleven traumatische ervaringen alsof het echt op dat moment met hun opnieuw gebeurt. En dat soms wel 20 keer per dag. Dus je kan je voorstellen hoe ontzettend veel stress dat opwekt en hoeveel verstoring van je leven dat veroorzaakt. En met ons onderzoek hopen we naar geheugenmanipulatie, hopen we dus nieuwe behandelmethoden voor dit soort patiënten, onder patiënten met PTSS, wat de afkorting is voor posttraumatische stressstoornis, te vinden. Maar waarom werken heel veel behandelingen nou niet voor die 30% van de mensen? Of waarom keren heel vaak symptomen weer terug bij mensen waarbij behandelingen in eerste instantie wel aanslaan? Nou, als we een angstherinnering hebben, bijvoorbeeld dat een spin gevaarlijk is en ons kan bijten en pijn kan veroorzaken, dan kan vervolgens het zien van zo'n spin alleen al angstreacties oproepen. Je gaat zweten, je hartslag gaat omhoog, je wordt bang. En als we nou leren, bijvoorbeeld tijdens psychotherapie, dat zo'n spin eigenlijk nooit bijt en dat die best wel oké is en veilig is, dan verandert dat niet de angstherinnering zelf, maar we vormen een aparte veiligheidsherinnering en die remt de expressie van die angstreacties. Maar doordat dit leren dat zo'n spin veilig is, niet de oude angstherinnering verandert, kan ook die remming van die angstreacties wegvallen. Bijvoorbeeld als we gestrest raken. En dan keren die angstreacties weer terug. En dit verklaart waarom symptomen vaak naar ook effectieve behandelingen voor angststoornissen weer terug kunnen keren. Maar wat nou als we die angstherinnering zelf zouden kunnen aanpassen? Kunnen manipuleren en veranderen of zelfs uitgummen? Dan zouden onze angsten verdwenen zijn. En in onderzoek met ratjes in het jaar 2000 bleek dit inderdaad te kunnen. Nou, eerst maakten ze, deze onderzoekers, ratjes bang voor een toon. Ze lieten ze een geluid horen en vervolgens gaven ze een korte, milde elektrische schok. Een dag later, als je de toon nogmaals afspeelt aan die ratjes, dan laten ze een angstreactie zien. Ze gaan heel erg stilstaan en dan wel harder gaan overeind staan. Wat een indicatie is dat ze die associatie tussen die toon en die elektrische schok hebben onthouden. De belangrijke ontdekking van dit onderzoek was, is dat je als je heel kort die herinnering aan die toon en die schok heractiveert, door kort die ratjes eraan te laten herinneren, dan wordt die herinnering kortstondig broos of week. En als je op dat moment medicatie, in dit geval, inspuit in het brein, wat geheugen kan verstoren, dan reageren de ratjes de volgende dag niet meer op die toon. En wat je ook doet, die angstreactie keert niet meer terug. En laat zien dat die onderzoekers in staat waren om het geheugen zo te manipuleren dat dus die angstreacties verdwijnen. Nou vraagt u zich misschien af, maar ik ben geen ratje, kan dat nou ook bij mensen? Dat vroegen wij ons ook af. Maar het was vrij lastig om vrijwilligers te vinden die ons met een grote naald en een chemische stof in hun brein wilden laten spuiten. Dus we dachten, we moeten op zoek naar iets anders. En wat we wisten is dat elektroconvulsietherapie, dat gebruikt wordt om mensen met depressie te behandelen, die niet reageren op medicatie, niet meer reageren op psychotherapie, dat die mensen vaak klagen over geheugenproblemen. Dus wij dachten,
kunnen we nou elektroconvulsietherapie gebruiken als geheugenmanipulatie om specifieke herinneringen te veranderen en te verstoren? Nou wilden we ook niet zomaar mensen elektroconvulsietherapie geven. Dus wat we vroegen is mensen, patiënten die voor hun depressie dit soort therapie kregen, of zij mee wilden doen aan ons onderzoek. En dat wilden heel veel mensen wel. Dus wat ze eerst deden, een week voor hun behandeling, leerden we ze twee verhalen aan. En wat ze te zien krijgen was een plaatje op het scherm, en dan nog een plaatje op het scherm, en nog een plaatje op het scherm, en daarbij hoor je een verhaal. Het zijn hele emotionele verhalen. Bijvoorbeeld in dit geval gaan een moeder en haar zoon weg van hun huis in de ochtend om hun vaders werkplek, om zijn vaders werkplek te bezoeken. Maar als ze een straat oversteken, dan wordt hij aangereden door een auto en ernstig verwond. Snel door een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, waar artsen zijn afgerukte voeten weer vast weten te hechten. Het kind is uiteindelijk oké. En moeder belt de school om haar andere kind op te laten halen. Nou, we hebben nog zo'n soort verhaal gemaakt wat daar heel erg op leek. Maar duidelijk verschilde van het eerste verhaal. Dus de patiënten leerden deze twee verhalen aan. En vlak voordat ze hun behandeling kregen, lieten we ze kort herinneren aan één van de twee verhalen. En dat deden we door het eerste plaatje van dat verhaal te tonen, met een soort masker, in dit geval het dambord eroverheen. En ze kort drie vragen te stellen wat er zichtbaar was achter dat masker. En het idee was dat om ze heel kort daaraan te laten herinneren, dat specifiek die herinnering voor dit ene verhaaltje week zou worden en gevoelig voor verstoring. Vervolgens kregen ze hun normale ECT-behandeling. Hoeveel minuten zit ik op inmiddels? Genoeg? Heb ik tijd? Oké, nou dan wil ik het wel even laten zien. Wie heeft... ECT is ontzettend veranderd door de jaren heen. Misschien heeft u nog een soort one flew over the cuckoo's nest beeld voor u. Zo ziet het er echt niet meer uit. Dus ik wil u laten zien. Het is een patiënt die op Nederlandse televisie is uitgezonden. Als je daaronder klikt en dan op dat play-knopje nu drukt. Ja. Ja, top. Oké, dus een patiënt wordt binnengebracht op de operatiekamer. Hij krijgt uitleg van de anesthesist in dit geval. Er worden elektroden op het hersenen aangesloten, of op het hoofd aangesloten, die zowel de elektrische activiteit van het brein kan meten als andere elektroden om het brein te kunnen stimuleren. Er komt een bloedleegteband, een drukband, om een van de benen heen te zitten, zodat daar een spierverslapper niet kan komen, zodat je straks het insult, een soort epileptische aanval, in een van de ledematen nog kan zien. De patiënt krijgt zuurstof toegediend, wordt onder narcose gebracht, zodat ze volledig slapen. En krijgen een spierverslapper teruggediend, zodat de insult wordt opgewekt door geen rare motorische reacties veroorzaakt. Een bitbar, omdat de elektriciteit stimuleert de spieren van de kaken. Dan wordt het toegeprast. En vervolgens zie je inderdaad dat er een soort insult plaatsvindt wat zichtbaar is in een van de benen. Patiënten zijn na 10 minuten weer wakker. De meeste kunnen na 30 minuten weer naar huis. Dus het gaat best snel, het is een kortstondige ingreep. En dit werkt voor mensen bij wie niets anders meer werkt. En het is verbazingwekkend effectief en niemand weet waarom. Maar daarom wordt het nog steeds toegepast. Vervolgens vroegen wij een dag later aan die mensen hoe goed ze die twee verhalen nog konden herinneren. En ik ga hier. Oh, ik doe echt iets helemaal verkeerd hier. Jij hebt het muis, hè? Ja. Oh. Oh jee. Oh nee. Ja? Houd op, je bent er al. Nee. En nu zit je helemaal aan het begin. La 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 la. Nou, ik vertel ondertussen gewoon verder. Ik ga u zo meteen de resultaten van de geheugentest laten zien. Dat was een meerkeuzetest. Nee, iets terug. Ja, die. En nou groot. Top. En nou de goede knupjes indrukken. Escape, daar moet ik vanaf blijven. Oké, heel goed. Alright. De I-as, dat is dat ding wat daar omhoog loopt. Daar staat geheugenscore. Dat is het percentage wat ze correct hebben. En het is een vier optie meerkeuzevraag, dus 25% is het kansniveau. En ik ga je zo meteen het geheugen eerst laten zien voor het verhaal waaraan ze niet hebben herinnerd vlak voor de ECT. Dus dat geheugen zou in principe intact moeten blijven. Nou, dat vinden we ook. Ze doen het beter dan kansniveau, dus ze kunnen zich dat verhaal nog prima herinneren. Maar nou het geheugen voor dat verhaal wat we kort week hebben gemaakt vlak voor die behandeling. Dat is kansniveau. Dus geheugen voor het verhaal is niet beter dan gokken. Dus het laat zien dat je hele specifieke herinneringen kan veranderen. En dit geheugenmanipulatie bij mensen ook mogelijk is. Dus het geheugen lijkt verdwenen te zijn.
Dus nou, dit is ons voorbeeld van geheugenmanipulatie bij mensen. En ik krijg heel vaak de vraag, is dat nou niet eng of onnatuurlijk? En we denken vaak aan onze herinneringen en ons geheugen als een grote bibliotheek. Waar we ervaringen uit het verleden als een soort boeken uit kunnen halen, kunnen opzoeken en weer terug kunnen zetten in de kast. Wie kan zich bijvoorbeeld, ja, komt u maar, ja, dit boek nog uit zijn eigen geheugenbibliotheek halen? Ja? Jij? Ja, maar ik hoef jou geen vraag te stellen. U zit heel erg ja te knikken. Weet u nog wat dit is? 9/11, ja, heel goed. Weet u waar u was toen u de eerste keer dit nieuws hoorde? Ja? Waar was u? Thuis op de bank. En was u met iemand samen of was u alleen? Alleen. De buurvrouw liep voorbij. Oké, okay. Ja, dat is de best gedetailleerde herinnering. Als ik nu nou zou vragen, op een schaal van 1 tot 10. Met 1, ik weet dit helemaal niet zeker. En 10, ik weet heel zeker dat dit waar is. Wat zou u zeggen? 9? Nou ja, dan bent u zoals de meeste mensen, denk ik. Onderzoekers in New York vroegen dit aan heel veel mensen ook. De dag na, of nou, de week nadat dit gebeurd was. En 2 jaar later vroegen ze dezelfde vraag nog een keer. En nou bleek dat maar 30% van wat mensen 2 jaar later vertelden overeenkwam met wat ze een week na de gebeurtenis rapporteerden. Maar bijna alle mensen zeggen dat ongeveer 9, 8, zo zeker weet ik dat het waar is. Dus ons geheugen voelt wel aan als een bibliotheek, maar dan is het wel een bibliotheek waarin de boeken constant herschreven worden. En we vergeten het meeste van wat we in eerste instantie onthouden. Onze herinneringen veranderen, wat ik hier nu vertel. Maar onze herinneringen kunnen ook echt compleet vals zijn. En dit is eigenlijk heel erg nuttig. Deze natuurlijke flexibiliteit van herinneringen helpt ons om goede beslissingen te maken in een wereld die zich constant verandert. En wat geheugenmanipulatietechnieken eigenlijk doen, is ingrijpen op die natuurlijke processen en ze in een bepaalde richting sturen om hopelijk een gewenste, of misschien wel ongewenste, gedachte- of gedragsverandering te veroorzaken. Ja, en dan zijn we alweer toe aan het klapstuk van de avond. De mini-breinen op een computerchip. Ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe dat in godsnaam mogelijk is. Neil Nadeef Kasri is hersenwetenschapper aan het Radboud UMC. Hij gaat daar een kort introductie over geven, 1 minuut of 5. En daarna gaat hij daarover in gesprek met filosoof Fleur Jongepier, die u eerder ook al heeft gezien. Graag een hartelijk applaus. Nou, goedenavond allemaal. Ik hoop dat u nog wakker bent en nog even naar dit wilt luisteren. We hebben vandaag al veel over het menselijk brein gehoord. En interesse van mijzelf en onze groep is vooral in ontwikkeling van het brein. En vooral in hoe zenuwcellen met elkaar communiceren. Nou, dat is op een heel microscopisch niveau. En we willen vooral weten, wat als er nu die communicatie als die nu misgaat? Wat gebeurt er dan met ons brein? Wat is het gevolg daarvan? En typisch hebben we dit altijd of vaak in diermodellen bestudeerd, omdat we daar toegang tot hebben, tot de hersenen. Bijvoorbeeld muizen, ratten, vliegjes. En u kan zich voorstellen dat het moeilijk is om zomaar in een persoon in de hersenen te gaan en daar een beetje te gaan peuteren om te gaan zien hoe dat alles werkt. Dus onze interesse is vooral op zoek gaan naar een menselijk model. En de technologie maakt dit nu mogelijk en dat is iets wat ik jullie wil laten zien. En ik zal beginnen met een filmpje die gedraaid is bij ons op het lab. En daarin wordt kort uitgelegd wat er gebeurt. Is slim omdat er in de bodem elektroden zitten die de elektrische
Dat was een beetje een samenvatting. En inderdaad, dus het idee is dat we nu vanuit patiëntenmateriaal, en dat kan bloed zijn, stamcellen kunnen maken. En vanuit die stamcellen die kunnen we laten groeien tot eender welke cel in je lichaam. En hier hebben we dus een manier gevonden om die cellen dan ook uit te lezen en de activiteit te lezen van die cellen. En waarom willen we dit doen? Wel, we kijken naar de communicatie van die cellen. Vooral omdat we weten dat bepaalde ziektes, neuroontwikkelingsziektes, denk bijvoorbeeld aan Down-syndroom, dat dit gepaard gaat met een miscommunicatie. Door dit dus nu in het lab te kunnen nabootsen, kunnen we daar heel veel mee doen. We kunnen medicatie testen, we kunnen proberen echt te begrijpen wat er net gebeurt en we kunnen dit ook manipuleren. Nou, dit is een voorbeeld waarbij we cellen in 2D laten groeien, dus gewoon cellen naast elkaar. Maar we weten allemaal natuurlijk dat ons brein geen 2D-model is, maar eerder een 3D-model. Dus dit is eigenlijk het model waar we naartoe willen gaan. En de vraag is, kunnen we dit nu? Kunnen we nu vanuit één enkele stamcel naar een volledig brein gaan? Nou, als je die vraag 10 jaar geleden al gesteld hebt, dan zou iedereen denken, ah, nou, dat is science fiction, dat kan natuurlijk niet. Als je die vraag nu stelt, dan vooral aan neurowetenschappers, dan zeggen we, nou, we zijn goed op weg. En de manier om dit te doen is eigenlijk relatief eenvoudig. In de zin dat je een enkele stamcel kan nemen. En die ene stamcel kan je in een soort gel laten groeien. En als je die doet, dan zie je dat die stamcel verder kan delen. En inderdaad naar een zenuwcel kan evolueren. En dit kan je dan in een grote bioreactor verder laten kweken. Nou, wat opmerkelijk is, is dat die cellen niet zomaar zullen delen, maar dat die cellen blijkbaar weten wat ze moeten doen. En die cellen die weten blijkbaar naar welke soort zenuwcel ze moeten evolueren. We hebben vandaag al gehoord over verschillende breinregio's. En het echt opmerkelijke is, als we dit experiment doen, is dat er een soort zelforganisatie optreedt. Dus zonder echte tussenkomst, behalve het toevoegen van bepaalde nutriënten, gaat er zich een klein mini-brein vormen. En dit ziet er uit als dit. Nou, we noemen dit een mini-brein. Het is eigenlijk een term die ik niet zo graag gebruik, maar daar gaan we straks even over in gesprek, denk ik. Maar het is mini omdat het heel klein is. Maar we noemen het een brein omdat het eigenlijk echt bepaalde zenuwcellen heeft die we ook in het gewone brein vinden. En misschien zal u hier dit gepigmenteerde deel herkennen als een retina. Dus u moet zich voorstellen dat we vanuit één stamcel dit resultaat kunnen bekomen in een paar maanden tijd. En dit gebeurt helemaal zonder instructie van buitenaf. Dus dit gebeurt eigenlijk helemaal vanzelf. En als we een dwarsdoorsnede maken, dan zien we dat we eigenlijk verschillende regio's, breinregio's, kunnen waarnemen die heel sterk gelijken op die van een menselijk embryo-brein. En hier is een mooi voorbeeld waarbij we twee verschillende celtypes zenuwcellen aankleuren, één in het groen en één in het rood. En dat hebben we gedaan met een embryonaal brein van een mens, van een embryo. En dan hebben we gedaan met dit soort mini-brein of organoïde. En dan zien we duidelijk die grote gelijkenis tussen die twee modellen. Dus waar we naartoe gaan, is echt dat we vanuit één ieder patiënt of één ieder persoon hier in de zaal een stamcel kunnen genereren. En die is laten uitgroeien tot een brein. Niet alleen een brein, maar ook tot alle andere soorten organen in ons lichaam. En de vraag is natuurlijk, hoe ver kunnen we daarmee gaan?
gaan we naar een toekomst waar we op de plank, laten we zeggen, breintjes hebben van onszelf, of dat wij in het lab breintjes hebben van patiënten, die we dan kunnen bestuderen. Nou, dat is een discussie die ik graag met Fleur wil aangaan. Dankjewel. Ben ik goed verstaanbaar? Oké, prima. Fascinerend is een eerste reactie. Ja. Nu, ik heb natuurlijk al vragen, maar jij zei, ik ben eigenlijk niet zo blij met de hele term mini-brein. Dus misschien kan je daarmee beginnen, waarom niet? Ja, omdat een mini-brein, de definitie impliceert dat het eigenlijk al als een brein functioneert. En daar hebben we direct associaties mee. Hè. En terwijl dat we dit moeten zien, nog altijd heel realistisch als een klomp cellen. Weliswaar cellen die allemaal een bepaalde functie hebben, maar het is een zeer onderontwikkeld klompje cellen en dus heeft nog helemaal niet de activiteit van een humaan brein. En daarom is het denk ik belangrijk om dat onderscheid te blijven maken, omdat als we het woordje brein zeggen, dan hebben we een hele soort associatie. Wij associëren ons brein met onze persoonlijkheid, dus daar gaan we onmiddellijk een soort van alle andere gedachten bij bedenken. Dit zal minder het geval zijn bijvoorbeeld als we over een mini-darm of een mini-leven zouden denken. Daar gaan we veel minder, laten we zeggen, persoonlijke associaties mee hebben. Ja. Terwijl het brein daar heel gevoelig is. Ja. Het bekt wel lekker. Het bekt lekker en het is, ik merk dat ik het ook zelf gebruik, maar ja. Laten we zeggen dat in het lab vermijden we om dat te gebruiken. We gebruiken het organoïde omdat het een op het organen of klein orgaan is, ja. En dus ook lijkt op een klein orgaan. En gewoon om een beeld te schetsen, om een idee te geven van met wat zich dat dit verhoudt, zo'n 4 mm groot stukje weefsel, is qua structuur heel gelijkaardig aan een breintje postconceptie week 12, 16 bij de mens. Dus heel erg vroeg in de ontwikkeling. Hè. Ja. Ja. Okay. Nu kunnen we hier natuurlijk allerlei ethische vragen over stellen met het vingertje. En dat gaan we ook nogal doen. Maar ik bedacht me, er zijn ook ethische redenen om hier heel erg voor te zijn, toch? Dus bijvoorbeeld kan ik me voorstellen dat dit een manier is om niet of minder aan dierproeven te doen. Dat is denk ik een hele belangrijke reden. Ik denk dat voor ons de belangrijkste reden is dat we eigenlijk met patiëntenmateriaal kunnen werken of met menselijk materiaal kunnen werken. Dat wil zeggen dat we van nu een breintje kunnen maken van met de genetische code van die persoon. Nou, dat is iets dat niet, anders gewoon niet mogelijk is. We weten dat genen belangrijk zijn voor het brein ontwikkelen of voor onze ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden, dat we eigenlijk kunnen gaan naar een modelsysteem dat een directe vertaling is van de patiënt. Ja. Nou, vroeger probeerden we dit na te bootsen door de genen te manipuleren in een muismodel, ratmodel. En daar de consequentie van is dat daar dieren daarvoor moeten lijden tot een bepaald hoogtepunt. Natuurlijk is het zo dat we hier een breinmodel hebben, maar het is op zichzelf staand. Dus we hebben vandaag gehoord over input en output van het brein. Nou, dit breintje is op zichzelf staand, dus het krijgt geen input en het kan ook geen output genereren. En dat is natuurlijk het grote verschil met een diermodel, waar we, zoals we ook net gehoord hebben, ook echt naar gedrag kunnen kijken. Dus hoe ik ernaar kijk is dat het voor bepaalde toepassingen, bepaalde onderzoeken, dit een zeer mooi alternatief is voor dieronderzoek. Maar dat het zeker niet het dieronderzoek daarvoor moet vervangen. Ja. Oké. Okay. Dan had ik nog wel een vraag, namelijk, we noemen het organoïde. Het is gewoon een heel klein orgaantje. We kunnen het ook over andere kleine orgaantjes hebben. Dus ik zie dat voor me, het is gewoon ook een klein nat ding. En daar kunnen we onderzoek naar doen. Dus als we er gewoon een beetje praktisch over nadenken. Het is niet een mini-breintje, het kan nog niet denken, het is ook nog niet intelligent. Dus heel veel morele vraagstukken, daar is het eigenlijk nog gewoon te vroeg voor.
Maar wanneer moeten we op het puntje van onze stoel gaan zitten? Wanneer wordt het spannend? Nou, dat vind ik een heel goede vraag. Omdat als je nu naar een conferentie gaat en je vraagt de mensen die er elke dag mee bezig zijn, dan vraag je van hoe zit het? Gelijken ze nu al echt zo op een humaan breintje of niet? Dan zeggen ze onmiddellijk van ja, ze zijn echt. En ze worden beter en beter en het lijkt er echt heel hard op. En dan vraag je de volgende vraag van, hebben ze dan een bewustzijn? Voelen ze pijn? Hebben ze? Ja, nee, dan natuurlijk niet. En dat is het moeilijke, omdat we weten, we kunnen het bewustzijn kunnen we niet meten. Wat is denken? Dat is waarschijnlijk deels een semantische vraag. Dus het probleem is dat we allerhands doen om het zo humaan mogelijk te maken, maar we weten niet wanneer dat we die stap zitten van, nou, nu kan het wel denken en nu heeft een bewustzijn. En dat is waarschijnlijk, dat is omdat die vraagstelling op een heel bepaald niveau gebeurt. We weten dat een persoon bewust is, maar één enkele cel niet. Zijn 20.000 cellen dan wel? Er komt een bepaald moment dat je denkt, nu zitten we in het echt een soort van spannende ethische veld. Alleen je weet nu eigenlijk nog niet wanneer dat moment gaat. Maar ik denk dat we onze lessen wel geleerd hebben uit het verleden. Hè. Dus als we denken met het kloneren, het schaap Dolly, ik weet niet of dat iedereen zich nog herinnert. Dat kwam vrij brusk. Dat was ineens, konden we kloneren. En dan kwamen al die doemverhalen van we gaan gevaarlijke mensen kloneren of we gaan. Hè, en dan is het heel moeilijk om een discussie te voeren als het te laat gevoerd wordt. En ik denk dat wat er nu gebeurt in de hersenonderzoekers die hiermee bezig zijn heel erg bezig met nu al te voorspellen van wat als we wel tot dit punt komen. Ja. Want dan komen er wel heel veel vragen daarvoor. En anders ben je ook te laat. Dan ben je te laat en dan is het vaak een tegenreactie, we moeten dit helemaal stoppen. Ja. Terwijl dat wat we net verteld hebben, dat net een heel mooi alternatief kan zijn voor vele dierproeven of andere proeven die nu aan de gang zijn. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om daar nu al te denken wat we kunnen doen. Want 10 jaar geleden had niemand gedacht dat we dit konden. Mm. Omdat enerzijds het maken van stamcellen uit bloed of huid was onmogelijk. En dit is nog maar 10 jaar geleden. Dus in de wetenschap is dit een heel korte tijd. Ja. En het is nog maar 5 jaar geleden dat we die mini-hersens of organoïdes kunnen maken. En we zien die evolutie. We zien echt die evolutie van hoe dat die altijd beter worden. Dus als je, ik denk binnen, ik zou er geen getal op kunnen plakken, maar ik denk dat we het binnen 10 jaar over misschien een heel andere discussie kunnen hebben. Dan kunnen we hier gewoon weer zitten. Graag. Ik zag dat er laatst een artikel was gepubliceerd in Science door Annelien Bredenoord onder andere. Dus een bioethicus die ook veel werk doet over organoïdes. En een van de stellingen van dat artikel is, je moet die ethiek niet passen aan het eind. Dan is eigenlijk alles laf. We hebben alles gedaan wat überhaupt mogelijk was. En dan, de ethiek moeten we ook nog iets mee. Maar die ethiek moeten we eigenlijk frontloaden. Dus we moeten ermee beginnen en moeten zorgen dat het door het hele project een rol speelt. Nou, volgens mij ben jij het daar redelijk mee eens. Dat je daar niet op het eind mee moet komen. En wat ik me dan afvraag is, hoe werkt dat precies? Dus hoe zorg je ervoor dat je die ethiek niet pas aan het eind doet? Hoe werkt het in jouw geval of bij jouw onderzoeksgroep? Hoe komt het wel? Ik denk dat het eigenlijk komt door de interactie met het publiek, laten we zeggen. Ik krijg wel eens de vraag van, maar jullie gooien die breintjes zomaar weg. Of hebben die breintjes pijn? En dat zijn vragen die wij ons in de eerste instantie inderdaad niet onmiddellijk stellen. Maar doordat we die vragen telkens terugkrijgen, dan word je daar, moet je daar een antwoord op vinden. En dan begin je automatisch daaraan te denken. Dus ik denk die communicatie met het eigenlijk naar buiten brengen helpt, omdat je heel spontane reacties krijgt. En die spontane reacties zijn denk ik eigenlijk net helpen ons om eigenlijk te denken. Het grotere publiek is een beetje jullie moreel kompas, zoiets? Ik denk dat zeker bijdraagt.